Hallo. Goedemiddag. Ik werk als verpleegkundige hier in het revalidatiecentrum. Elke dag is anders. En elke patiënt is ook anders. Er is geen standaard patiënt. Wilt u hem zo of wilt u hem naar beneden? Dat maakt niet uit. Als verpleegkundige ben je natuurlijk heel overstijgend en iedereen kijkt op zijn manier. En qua klinisch redeneren moet je heel vaak hulp bieden of coachingen aanbieden. En elke dag leer je. En ik denk dat je daar ook zelf verantwoordelijk voor bent. En we moeten nu even de mail in de gaten houden, hoe zij erop reageert van het office. Goed. Ja, top. Vroeger was het 8 uur broodje, wassen aankleden. Maar dat is hier niet meer. Nu wordt er gekeken naar het hele holistische beeld. Dus heel erg naar het welbevinden en de kwaliteit van zorg. Dus wij gaan wel verder kijken. En dat maakt het ook leuk. Nou, dan ga ik voor u even een lekker bakje koffie halen. Goed? Ik heb daar ook koffie. Je moet kunnen improviseren, je moet enthousiast zijn, openstaan en af en toe afwijken van richtlijnen en procedures. Bij Evian hebben we scholingsprogramma's en ze staan er heel erg voor open om te leren. Dus als je iets wil, dan is dat vaak geen probleem. Oké, en wat voor leerdoel heb je gedaan? Feedback geven aan collega's. En wat heb je gegeven? Nou ja, dat was een beetje lastig. Je bent ook een pionier. Je bent bezig met niet alleen je cliënten, maar ook natuurlijk met je collega's te coachen. Omdat je met verschillende niveaus werkt, ben jij zeg maar de view. En de dynamiek en de cultuur is bij elke locatie anders. En dat neemt niet weg dat je algemeen verpleegkundige bent. Maar daarin wel mee moet gaan met de cultuur en open staat voor veranderingen. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik ben José, ik ben verpleegkundige en werk bij Evian.